Life begins at the end of a broken heart. Take a chance at it and you'll find you're a part. Look ahead and you'll see that they're calling out to you. Ja! Ja, man. Ja, toch? Ben je lief? Ben jij lief dan? Take me Hey, hallo lieve vrienden. En hey, hele fijne zondag. Neergelinkt. Het is vandaag alweer 30 mei. Ja, en de dagen gaan gewoon heel snel voorbij. Ik weet het niet, maar ja, ik voel het wel zo. Voordat je het weet is het alweer middag. Ja, ik heb al het een en ander gedaan en het een en ander moet nog gedaan worden. Maar ja, dan moet je er ook met zin in hebben met dit weer. Ik ga straks lekker eens even naar de wandel en Karen en Roderick waren gisteren heel even geweest en die hebben heel wat Lucky Stones achtergelaten. Ik heb gisteren allemaal rondgedeeld, maar ik ga het nou eens een keer even ergens anders ronddelen en dat is ook hier dichtbij. En ik met de hondjes ga ik eerst de gracht om en dan niet weer richting huis, nee, andere kant even nog. En dan over het hele grote plein heen. Wat? Ik noem maar geen naam. Nee. Ik ga gewoon een andere brug over. Ja. Dan weten jullie het gelijk waar het ligt. En dat wil ik niet. Nee, wel zoeken gaan, hè. Maar in ieder geval, wens jullie ook een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Uiteraard, ik ga zo op het kanaal eten geven, ik loop nog net binnen buiten. Dus ja, dat komt ook allemaal goed. Kanaal! Eten! Kom maar. Eten, man. Ja. Wou jij eetjes hebben? Ja, hè? Ja, man. Jij wou eetjes hebben, hè? Ja, maar dat kan. Ja. Ja hoor, dat kan allemaal. Ja. Even dit los, dan doen we er wat brokjes bij. Dat staat daar. Hé. Ja. Een handje, zo. Nee, Relwing. Doe je niet bij Kandalfi. Doe die zak weer dicht. En zo, dat is met zo'n plastic stripje. Dat gaat soms heel moeilijk voordat dat wat dicht wil. En een zakje. En dan krijg je te eten zalm. Je krijgt zalm te eten. Zalm door de brokjes. En hij heeft ook brokjes met vis. Dus ja. Zo, ik heb overigens ook mijn nieuwe jurk aan die ik gisteren heb opgehaald. Ja, samen met de meisjes. Zo. Nou, ook klaar. Even een zakje pakken. Zo. En daar zo. Doe ik dat. Afval er weer in. En dan komen er geen ongedierte erop af. Zo doen we dat. Hé? Jij bent geen ongedierte, maar jij komt er ook op af, hè? Ja. Binnenkort ga ik jullie wassen, hè? Ja. Mocht echt. Ja, dan moet het vrouwtje lichaam het wel aankunnen. Daar is wacht. Mijn lichaam wil dat nog niet. Nee. Mijn geest wel, maar mijn lichaam niet. Even weggooien. Zo. Mijn handjes wassen. En dan weer zo. Wat? Zo, handdoekje.
De schoot even door elkaar hutselen. Zo. En dan hebben we ineens de kan al zitten eten. Ja, nou kom maar. Ja, kom maar. Ja. Ja, man. Ja, man. Dit is jouw. Huppata. Even smakelijk. Zo. Ja, toch? Ja, vind ik ook. Hé, kennen. Nou, lieve vrienden, ik wil even wat uitvogelen. Dus dat gaan we eventjes doen. Hé, meisje. Ja, nou. Elwin. Ben jij vrouwtjes meisje? Ja, toch? Ben je lief? Ben jij lief dan? Ja, en ook zo'n mooi meisje. Of niet? Ben je mooi? Is Elwin mooi? Mooi kind, hè? En waar is Rijka? Kijk, daar is Rijka. Gaat ze net weer weg. Rijka. Rijka. Waar are you? Daar ben je. Rijka. Kom dan. Nee. Rijka. Rijka. Wou je ook naar buiten toe, maar hoor. Doe dan. Maar oké, lieve vrienden. Ja, we maken er weer een einde aan. En we gaan door met de banaan. Al lust ik wel geen banaan, maar dat maakt niet uit. Hé? Nee, ik zou zeggen, geniet van jullie dag, want het is hier prachtig mooi weer en ik denk door het hele land. Dus geniet, doe ik ook, ga ik ook doen. En ik zou zeggen, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, het is bijna 6:30 op de klok. 17:32 op mijn horloge, ik ben 3 minuten voor, dus ja. Ik ben met eten bezig. Ik ga een soepje klaarmaken. Het is een vegetarisch soepje. Ik heb er zelf nog nooit eerder gehad. We gaan het gewoon proberen. En het recept is wel te verstaan van mijn lieftallige dochter Karin Staalman van de Werf. Dus wil je het weten, dan zoek je haar kookvlog maar op. Ja, ze maakt er ook een vlog van. Dus ik heb hier broccoli. Dat is het enige wat ik even vertel. En voor de rest, halen dat maar bij haar vandaan als je het weten wil. Ja, en niet bij mij. Nee, ik ga haar recept niet verklappen. Dat doe ik niet, vind ik niet leuk. Dat is dus aan haar. Karin's kookvlog of zoiets. Ik weet het zelf nog niet hoe het allemaal heet. Dat moet ik ook nog even uitzoeken bij haar. Minimaliseren. Ja, ik ben tevens ook met mijn spel bezig. Wat zijn we aan het doen? Aan het donderjagen? Denk het. Ik ga het gewoon even typen. Komt zoiets. Kookkunsten. Karin's kookkunsten. Ja? Ja. Karin's, dus Karin, kom maar in de lucht, een S'je, kookkunsten. Ga daar maar naartoe en je vindt het gelijk. Ja, het staat al bovenaan, dus helemaal top. Ze is er gewoon pas mee begonnen, maar ja, ik weet niet hoe. Ja, nou, ze zet er toch wel aardig al veel, ja. Maar in ieder geval. Broodbakken in eigen oven, ja, want die heeft ze ook. Ze heeft zo'n broodbakmachine, dus ja, helemaal geweldig. Ik ben trots op haar met wat zij doet. Ik
Karin's Kookkunst en ze heeft haar lieftallige cavia's als ronde fotootje, haar profielfoto. Maar in ieder geval, Karin met een C, Karin en dan een kommaatje in de lucht, een S, Kookkunsten. Aan elkaar vast. Dat is haar kanaal voor haar recepten te vinden. Dus ik zou zeggen, ga daar naartoe. Ik ga het ook klaarmaken. Of het lekker is. Ja, zij vindt het lekker, maar vind ik het lekker? Weet ik niet. Merken we zelf wel. En anders hebben we daar 200 die het misschien lusten. Dan ga ik wel weer een broodje eten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Maak veel plezier. Zoals die twee dus, die maken ook plezier. Hé dames, veel plezier maken hè met z'n tweeën. Ja hé, pleziertje maken hè. En dus doen hè, moet kunnen. Ja. Dus ik zeg lieve vrienden, geniet. Zoals je het ziet, kan dat. Ik ken alle handen op, behalve de goeie. En ik zou zeggen, tot later. Doei!